Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jullie kijken naar deze splinternieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag, dames en heren, gaan wij iets super tofs doen. We gaan namelijk reageren op wie is de mol. Oh mijn god. Natuurlijk ga ik wel reageren op oude afleveringen. En ik ga je heel eerlijk zeggen, want er zijn heel veel mensen die wie is de mol kijken. Maar ik heb die shit nog nooit gezien. Nog nooit. Het enige wat ik weet is dat iemand de mol is en dat hij alles moet verpesten. Ik heb geen idee. De rest, weet ik gewoon echt niet. Ik heb het echt nog nooit gezien. Hoe ongelooflijk dat misschien ook voor sommigen is, want het haalt gewoon meer dan 3 miljoen kijkers elke week. Het is het meest bekeken programma op tv. Maar hé, ik kijk geen tv. Het is niet op YouTube te zien. Nou, in ieder geval, dat zou je denken. Maar ik heb al eens gekeken, als ik Wie is de Mol compilatie intik, dan krijg je dus compilatie van alle molacties. Allemaal compilaties van het vorige seizoen. En daar ga ik gewoon op reageren. Mijn eerste indruk dus eigenlijk op Wie is de Mol. Dat gaan we vandaag zien. En ik hoop dat het leuk is voor mensen die fan van de show zijn. Om te zien hoe iemand ernaar kijkt die nooit Wie is de Mol kijkt. Dus laten we even. Ik weet niet welke compilatie het leuker is. Ik denk deze. Credits to Wie is de Mol, sowieso. Woe! Oh, dit is gewoon letterlijk. Oh, dit heeft TV gewoon letterlijk gemaakt. Hij was de mol. Wekenlang de boel heeft bezoden. Of niet? Ik heb geen idee wie de mol was. Wie is Jan? Weet je iets van. Oké, er gebeurt iets op het TV. Het logo komt er. Hij is dus de mol, toch? Wat een molletje. Hij is de mol. En het enge daarvan is. Hij kan zich alleen maar op mij focussen. Het is alsof ik vanaf minuut 1 onder een heel groot vergrootglas lig. Ik moet er dus vol in gaan en tegelijkertijd heel voorzichtig zijn. Missie 1 wordt Jean-Marc ervan overtuigen dat ik in ieder geval niet de mol... Oké, dus ik denk, hè? Wat ik heb begrepen. Ik heb het echt nog nooit gezien. Hè. Ik ben echt een noob hierin. Maar die andere gast. Daar is hij nu alleen met. Hij is alleen met die gast nu. En die gast moet gewoon geloven dat hij in ieder geval niet de mol is. In ieder geval, het programma gaat er eigenlijk gewoon over dat je niet. Dat niemand erachter moet komen wie de mol. Hoe kan je winnen eigenlijk? Hoe kan je winnen in dit programma? Want de mol kan niet weg, toch? Hoe kan je winnen? Ik snap het niet. Maar oké. Een van deze mensen. Is dus. De mol. De mol. Ja. Wow, of jij! En hij was het, ho ho. Ja, dat ben jij toch? Nee, wij zijn niet de mol. Wij zijn niet de mol. De missie heeft hij al gehaald, want hij is niet de mol. Daar is hij van overtuigd. Die gaan we natuurlijk nooit vinden. Sterker nog, ik ga ervoor zorgen dat er geld uit. Oké, ja, ze krijgen, ik weet een beetje. Volgens mij krijgen ze geld voor opdrachten. Geld is gewoon groeien. Ook in het echte leven. Met geld. Geld is gewoon groeien. Net zoals in dit programma. En hij moet het eigenlijk. Als mol moet je ervoor zorgen dat je eigenlijk gewoon. Ja, dat iedereen zo kut mogelijk gaat. Grof gezegd, volgens mij. Dit telefoontje kost je 1000 euro. In de allerlaatste minuut bel ik nog snel eventjes naar Art. Voor informatie die we al lang lijken te hebben. Wat zonde. Je wint de kluis op F18. Nee, 1000 euro uit de pot. Hoppakee, kijk eens aan, wat geniaal, geniaal. Hij belt hem, god nog niet. Waarom is het eigenlijk de mol? Heeft iemand daar ooit over gedacht? Waarom de mol? Waarom, nou, opeens dacht ik zo van, waarom is het de mol? Waarom is het niet, wie is de oplichter? Of wie is de schurk? Waarom is het wie is de mol? Wat heeft een mol hiermee te maken? Gewoon een beestje onder de grond. Woehoehoe! De groep geeft mij de leiding. Het is niet zo slim, hè, lieve kandidaten, om een mooie teamleider te maken. Heeft u helemaal geen zin om steeds in dezelfde gat te blijven graven? Kijk, weet je, hij zit allemaal zo van die logische. Hij mocht dus leider worden of zo. En ze moeten iets van grind. Kijk, het is nu misschien makkelijk zeggen omdat ik weet dat hij de mol is. Maar denken andere mensen ook niet gewoon van, dit is veel logischer om te doen of zo? Denk ik dan. Ik weet het ook niet hoor. Ik heb dit programma nooit gezien. Waarschijnlijk als ik het nu ga kijken, dan zou ik ook niet 1, 2, 3 kunnen zeggen wie de mol is. Maar hoe dit nu gepresenteerd wordt, lijkt het echt zo van, iedereen is fucking dom. En hij zit gewoon heel makkelijk de... Ja. Ja, leuk. Andere 3 kandidaten bevinden zich ergens in de stad en jullie moeten ze vinden. Zo simpel kan het soms zijn. Een zoektocht door de stad. Ik ga absoluut niks doen. Ik loop gewoon achteraan. Dit soort opdrachten is tijd je allerbeste vriend. Laat ze maar rennen als kippen zonder kop. Ik loop er wel een beetje achteraan zo. Ik bungel een beetje achteraan. Wat zijn ze 10 verder nog?
That's it. Maar eigenlijk gewoon, als je de mol bent, moet je eigenlijk gewoon doen alsof je fucking dom bent, volgens mij, of zo. Maar ook weer niet. Wow. Het lijkt me best lastig eigenlijk om de mol te zijn. Ik ga je heel eerlijk zijn. Waarschijnlijk als ik mee zou doen, dan zou echt iedereen binnen 10 seconden zeggen van, oh, hij is de mol. Want dit is heel opvallend en heel slecht geacteerd. En het is heel logisch dat hij hier alles wil personemieteren. Zo zou het waarschijnlijk gaan. En dan zit ik echt van, fuck, hoe wist je dat? De hele tijd zeggen, jongens, wacht even. Ik denk dat we toch bij die tunnel, waarvan ik net zei dat ze de 5e links hadden moeten zijn. Dat kost tijd. Laten we even helder nadenken. Oké, dat is best wel slim. Hij zegt dus de hele tijd als hij dan... Oh, ik denk toch dat we eigenlijk weer terug moeten en dan daarheen. Dat kost tijd, ja. Hij is zo slim. Volgens mij weet toch de mol ook waar iedereen is en weet gewoon echt alles. Geen idee hoor, maar volgens mij... Ik heb wel een beetje verstand. Nou, waarschijnlijk echt nul als jullie dit kijken... Voor de grote fans van dit programma. Was dus aan het bellen met iemand anders en hij heeft letterlijk gezegd dat hij... Oh, ja. Waar is dit ook uitgezonden? Want dan is het toch best logisch. Ik denk het niet dat dit is uitgezonden, maar het is wel grappig dat hij een beetje aan het fuck is. Ja, respect daarvoor. Ja, dat vind ik leuk, Ah, is niet erg, hoor. De tijd is om. Oh nee, ze hebben gefaald. Hoppakee, Jan did it again. Was het trouwens heel duidelijk dat hij de mol was aan het eind van dit programma? Dat vraag ik me wel af. Ik heb geen idee namelijk. Dus laat even weten in de reacties, dan weet ik het wel. Hier staat meer op het spel dan alles waar jullie tot nu toe voor gespeeld hebben. Wow. Jongens, er staat meer op het spel dan alles waar je tot nu toe hebt gespeeld. Nou Jan, fuck it up. Ja, ik snap een beetje wel het programma. Ze doen een soort van opdrachten. Iemand moet alles verneuken. Ik snap alleen niet hoe je kan winnen. Dat snap ik alleen niet. Als je raadt wie de mol is, dat of zo. Maar, I don't know. In ieder geval, ik heb vandaag gereageerd op wie is de mol. Misschien ga ik het volgende seizoen nog wel kijken. Geen idee. We gaan het wel zien. Op dit moment, is het weer zo. Weet je wat het is? Het is nu volgens mij ook bezig. Dat weet ik al bijna zeker, want heel YouTube staat er weer vol mee. En het is zo van, als ik nu weer ga beginnen... Kijken, dan moet ik weer zoveel afleveringen kijken en ik ben gewoon lui en ik wil gewoon dat ik mega pizza. Weet je wat ook altijd is? Ik vergeet het altijd. Dan volg ik een serie die op tv is en dan kom ik erachter dat die gisteren op tv was en dan zit ik echt van oh. Maar in ieder geval hoop ik dat je genoten hebt van deze video, zo niet. Dan ben je zeker de mol. Nee, want ja, Bobbobbakoos/Mick, hottest merch in the game. En zoals op mijn shirt staat, zeg ik altijd aan het einde van mijn video, Mick. Out.